Een rustige jaarwisseling met veel plezier en weinig slachtoffers. Het is een droomwens van artsen van de spoedeisende hulp. Ze waarschuwen daarom opnieuw voor de gevaren van vuurwerk. Voor ons is het altijd een spannende tijd rond oud en nieuw. En je hoopt dat er niet veel gebeurt, maar je bent toch altijd voorbereid op het ergste wat er kan gebeuren. En vooral voor de omstanders is er vaak niet voldoende aandacht. En gebeurt het dat mensen toch weer oog- of handletsel hebben. En dat is iets wat wij toch liever niet zouden willen zien. En wij zitten ook liever gewoon rustig te wachten op oud en nieuw in de plaats van dat we mensen zien met de vreselijkste verwondingen. In het ergste geval moeten we soms zelfs een knabbeltang gebruiken om stukjes bot weg te knabbelen. Omdat een vinger verloren is en ook niet meer terug kan gezet worden. Afgelopen jaar belanden 97 kinderen onder de 15 met ernstig letsel in het ziekenhuis. Vaak is het domme pech. Voordat ik zelf dokter op de spoedeisende hulp was, dacht ik eigenlijk altijd dat het illegaal vuurwerk was. En jonge jongens die gevaarlijke dingen deden met vuurwerk. Maar eigenlijk zien we toch het grootste deel van de mensen is met legaal vuurwerk. Kinderen zijn vaak niet zelfbewust van wat het gevaar is. Zelf onvoorzichtig zijn, maar toch ook vaak dus inderdaad in 100 gevallen kinderen. Dat is bijna een kwart van de vuurwerkslachtoffers in Nederland. En dat zijn wel een kwart die we echt kunnen vermijden. Als Nederlands Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen roepen wij iedereen op om ons een rustige oud en nieuw te bezorgen. En wees voorzichtig met vuurwerk.